Inspiratie nodig? Plan een adviesgesprek in. Bij Pronto Wonen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Ja, resultaat. Dik in orde. Eerste helft heel aardig. Tweede helft een stuk minder. Maar al met al, waar we voor gekomen zijn, die slechte beurt van onze twee concurrenten verzilveren, dat is gelukt. Ja. Wat had je vandaag nog graag meer willen zien? Nog wat beter voetbal in die tweede helft of nog meer goals of ja, allebei? Ja, we gaan achteruit lopen. Dat deden we tegen Go Ahead ook een stukje, terwijl we de eerste helft beter waren. En ja, dan is het jammer dat we de tweede helft dat ook weer gaan doen. En dat moeten we niet doen. Wij zijn juist enorm sterk als we vooruit durven te lopen, vooruit durven te verdedigen. Dan dwing je zo'n jong PSV tot fouten. En daar hebben we die twee prima goals mee gescoord. Ja. Zes punten zijn het, met nog vier duels te gaan. Als ik zeg, dat mag je niet meer weggeven, ben je dat dan mee eens? Nee, natuurlijk mag dat niet, maar het heet voetbal. En er zitten allemaal lastige wedstrijden nog tussen. De eerste opdracht hebben we goed ingevuld. En nu de tweede, vrijdag. Ja. Wat neem je dan mee naar vrijdag van vandaag? Nou ja, dat we gewoon op de goede weg zijn. We hebben een vreselijke zeepet opgelopen thuis tegen Dordrecht. En we hebben ons weer opgericht. Drie wedstrijden achter elkaar gewonnen. Ook drie keer de nul. En ja, dat is best wel een compliment waard. Ja. Wat moet je echt heel goed gaan doen tegen Almere wat vandaag niet zo goed ging? Dat zullen we nog eens goed analyseren. Bij ons kan er nog van alles veel beter. Hè? Maar het belangrijkste ingrediënt is gewoon de mentaliteit. En we zijn opgestaan na Dordrecht. En vooral op dat niveau. Dus karaktertonen. Je duels, je persoonlijke duels willen winnen. En dan daarnaast proberen, want die goal van Jordi is prachtig mooi uitgespeeld. De goal van Elmo zal wel een paar keer herhaald worden. Ja, daar doen we het eigenlijk een klein beetje voor. Ja. Hoe is het met Danny Verbeek? Volgens mij gaf hij aan dat hij gewisseld wilde worden naar jou. Of was het een tactische wissel? Niet dat ik weet. Okay. Hij had het zwaar op het middenveld. En aan de bal is hij enorm sterk. Maar dit was een loodzwaar veld. Dus ik had het idee dat we na een uurtje de koek een beetje op was. Ja, we hebben zulke goede vervangers. Dat kan prima.